Arie, mogen we u als allereerste feliciteren? Ja, ik wist in eerste instantie niet dat het 60-jarig jubileum er ook bij zou zijn. Ik dacht dat het over een paar maanden was. Maar ik vind het wel fantastisch dat ze dat samen geklonken hebben. Het jubileum van 60 jaar artiest en een nieuw cd-album, Een Nieuwe Weg. Daar ben ik wel blij om, want daar ben ik er voorlopig af. Is De Nieuwe Weg nou de grote passie van Arie Ribbens? Of had je graag nog eens een keer wat anders willen maken, zodat je zegt van nou, dit... Ik moet wel zeggen dat het 80% wel, ja. Wat ik in mijn achterhoofd had later, een prachtig album maken met een big band en Engelse stukken. Een beetje onbekende stukken, maar wel lekker swingend, lekker jazzy. Dan was ik helemaal in mijn gat. Maar dat wil niet. Dat wil niet. Ik kan dat niet maken. Hoewel ik dat zelf wel graag wil. En ik denk dat ik met dit album, Nederlandstalig, mooie liedjes, teksten met levensinhoud, dat ik een heel eind op dreef ben, denk ik. Ik ben 76, dat durf ik rustig te zeggen, daar schaam ik me niet voor. Ik ben weer hartstikke gezond, daar ben ik heel blij om. Dan denk ik kan stoppen en iedere avond op de bank zitten en een beetje televisie kijken. Maar ik kan ook lekker op pad, zoals ik 30, 40 jaar geleden ook deed. Snap je? Lekker onder de mensen zijn, gezellig. Gezellig meefeesten, gezellig meedoen. En nu heb ik dan een album met een heleboel mooie liedjes erbij. Dus ik doe gewoon in mijn oude repertoire, ik heb een nieuw repertoire samengesteld, doe ik 4 liedjes van mijn album. Onder andere ook dat liedje wat ik samen met mijn kleinzoon zong van 3 jaar. Ik ben hartstikke blij. Ik zal je vertellen dat ik hoef het misschien niet te doen financieel. Maar ik, wat moet ik nou? Ik kan toch niet stoppen? Als er mensen ook vragen om je, als je nog steeds optredens binnenkrijgt. Toch?